Het is belangrijk om in een zo comfortabel mogelijke houding te zitten. Dus dat doe je eigenlijk door je rug zoveel mogelijk te rechten en je schouders zoveel mogelijk te ontspannen. En hier vandaan doe je je ogen rustig dicht. En terwijl je je ogen dicht doet, zorg er dan voor dat je je oogleden zoveel mogelijk ontspant. Wat je eigenlijk met je hele gezicht doet. Al je gezichtsspieren ontspan je, tot de tong en je mond aan toe. En neem dan even je tijd om je te richten op je meest natuurlijke adem. Kijk eens of je daar contact mee kunt maken. Waar begint je volgende inademing? Waar stopt die? Waar begint je volgende uitademing? Waar stopt die? Op het moment dat je je richt op je adem, laat je je meenemen aan de hand van je adem naar dit moment. Laat je meenemen naar het nu. En terwijl je dit doet, terwijl je je focust op je adem, kijk dan eens wat je tegenkomt in je hoofd. Welke gedachte dient zich aan? Je neemt jezelf voor om er zo bewust mogelijk naar te kijken. Je observeert de gedachte, zo gelijkmoedig mogelijk. En je laat het bewust los. En dat lukt je door je opnieuw te richten op je adem. Dus je adem te gebruiken als een instrument. Volgende gedachte. Je kijkt ernaar. Je observeert het. Een leuke gedachte. Een angstige gedachte of een verdrietige gedachte. En los. Om je opnieuw te richten op je adem. De belangrijkste afspraak is dat je het niet fout kunt doen. En kijk eens of je misschien voor heel even bewust kunt zijn van de ruimte, van de stilte tussen twee gedachten in. Op het moment dat je merkt dat je meegaat in een verhaal in je hoofd, of in welke film dan ook, je hoeft het niet te stoppen. Het enige wat je doet, is jezelf er bewust van te zijn. Op het moment dat je je bewust bent van de film, van het verhaal, stopt het meteen. Zo werkt het. En keer je terug naar dit moment. En in dit moment is het stil.
En alleen als je zover bent, doe je je ogen rustig open. Neem je tijd.